Echt, eerder dit seizoen was het een hele aardige heenwedstrijd met een rode kaart voor Micheli van MVV. MVV dat 1-0 voorkomt. Was dit de 93ste minuut? Toch geen gelijkspel voor Cambuur? Toch wel. Bruin, Jan Bruin, zorgt ervoor dat Cambuur toch nog een puntje pakt. En zo wordt de reis terug naar Leeuwarden ietsje minder kort. Allebei doen ze het heel goed in de periode, dat hebben we voor de reclame al laten weten. Maar hoe goed? Cambuur staat tweede en MVV vierde. De commentator bij deze wedstrijd is Wilco van Schaik. En dus is het vanavond een belangrijke wedstrijd hier in Leeuwarden voor beide elftallen. En zeker ook voor Ibad Mouhamadou, de spits van MVV. Vorig jaar nog te bewonderen hier in Leeuwarden in het shirt van Cambuur. De man in vorm, 2 doelpunten vorige week en dat zal hij vanavond graag weer willen herhalen. Leonardo, buitenom gaat Peppink. Leonardo, Piqué er goed tussen. Nu de omschakeling van Cambuur. Maar er zijn weinig aanspeelpunten bij de ploeg uit Leeuwarden. Van Dijk, de individuele actie dan misschien. Van Dijk, nu is een goede bal. Houwing krijgt die bal niet lekker mee. Dat duurt het erg lang. En dan is het schot toch iets wat flauwtjes van Akacza. Akacza. Brak. En Nijssen. Van Rijswijk. Wilde 1-2, in tweede instantie lukt het beter. Nijssen met ruimte, bal voor, Houwing! Tweede kans van Cambuur Leeuwarden in deze wedstrijd via Thijs Houwing. Zou vanavond gaan schieten met Scherp. Bronckhorst, van Rijswijk. Bronckhorst buitenom in één keer als dat kan. Winkens is in de achtervolging, Bronckhorst krijgt die bal voor. Houwing! Ja hoor, nu doet hij het wel. Ja, je hebt even nodig in zo'n wedstrijd, maar dit doet hij schitterend. Thijs Houwing, zoals het hoort bij een spits. De eerste paal en dan binnen tikken. 1-0 Cambuur. Goed weer, identiek aan de actie hiervoor. Toen was het Nijssen, nu Bronckhorst. Houwing, goed voor zijn man. Kienle bij de eerste paal. En dan schiet hij toch met Scherp de lucky luck van Cambuur. De VV zakt ver terug. Maakt daardoor het speelveld klein. Houwing, goed. Daar, de trap uitgekiend, geschoten van Van Dijk. Zoals het ook eigenlijk hoort bij hem. Bijna weer een kans voor Cambuur Leeuwarden. Is goed, bij Houwing. Die wilde doortikken op Van Rijswijk. Verbennen zat daartussen. Koenen van Bronckhorst. Daar de bal, de kans. Ineens ook voor Schuiterman. Schrok zelf van deze mogelijkheid. Leonardo. Ziet dat Mouhamadou gaat. Eindelijk voor het eerste keertje vrij. Mouhamadou doet het te moeilijk. Maar verdient wel de corner. Rekende er eigenlijk niet meer op. Corner van MVV. Ruim een half uur gespeeld. Mouhamadou schampt de bal. En dit is eigenlijk het eerste echte gevaar aan de kant van MVV. Jan Schulting hamert heel veel op het collectief. Je ziet voorlopig dat het collectief met 1-0 voor staat. Rozenburg krijgt die bal wat moeilijk onder controle. En dus balverlies. Overname van MVV. Misschien nu de ruimte voor een counter. 5-3. Dit moet je goed uitspelen, Leonardo. Rechts naast je ruimte. Leonardo doet het zelf. Kiest dan voor Mouhamadou. Die moet doortikken. Heel Cambuur is weer terug. Dus is de counter niet goed uitgespeeld. Brenic. Zo doet MVV heel weinig met deze kans. En dan aan de andere kant, de overname van Cambuur, is het daar. 4-3. Van Dijk op snelheid langs Kienle. Die is die kwijt. Van Dijk, Van Dijk. Mist. Dan toch een hele goede kans ging voor eigen succes, waar Houwink ook een optie was geweest. Gert-Jan van Beek gisteren nog in een kolkunststadion van Heerenveen. Nu in het rustige Cambuur Leeuwarden. Soekusepa. Traag opbouw bij MVV, net zoals Cambuur dat ook heeft. En dus is het een wedstrijd met een heel laag tempo. Die nog niet echt begonnen is. Fout ingeleverd van Van Bergen, Van Dijk. Vier mensen van MVV om zich heen. Dat betekent dat er ruimte moet zijn ergens anders. Bronckhorst van afstand, maar nog niet gevaarlijk genoeg voor Van der Ban. Nijssen wil gaan buitenom. Van Dijk weet hem niet te bereiken. Kiest voor Schuiterman. Zo staat iedereen weer opgesteld bij MVV. En dus is het moeilijk er doorheen te komen voor Cambuur. Bronckhorst. Overname Leonardo.
Alleen, helemaal alleen voorin Mouhamadou. En wat moet dat triest zijn voor die spits die zo graag zich wil bewijzen hier bij Cambuur, maar tot nu toe nog niets kan doen. Zoeken van Mouhamadou. Dit is goed. Leonardo, kom maar naar binnen, jongen. Kijken wie is tevoren, heeft alle tijd. Kan die bal voorgeven. Micheli, ja, hoe moet je ze nog meer hebben? Maar het past helemaal in het beeld van de wedstrijd. MVV verdient natuurlijk geen doelpunt. Maar dit had er wel een moeten zijn. Leonardo keek goed, hield het overzicht. Ja, daar zat een moeilijke stuit in. En daardoor gaat hij ook over het doel van Cambuur. En dus blijft het nog steeds een voorsprong voor de thuisclub. Slechte bal in de opbouw van Supusepa van Rijswijk. Wie van de ploeg straft de fouten af? Van Rijswijk mag heel ver komen. Van Rijswijk, bal voor Akacar. Jongen, jongen, hoeveel kansen van dit soort niveau krijg je in een wedstrijd? Niet veel, die moet je gewoon maken. Daar Van Rijswijk, die heel ver mag komen. En dan moet Akacar toch gewoon scoren. Veel te slap. En dus geen doelpunt. De goede redding van de Ban. Piqué. Bronckhorst. Akacar. En Van Dijk. Zoekt zijn tegenstander Pepik op. En die begrijpt het ook. Geeft ook aan terecht de vrije trap voor Cambuur. Van Dijk met de vrije trap. Achterin helemaal vrij. En dus ook doelpunt. Het doelpunt van aanvoerder Koen Brak. In de eerste helft hadden we 2,5 kansen. Dit is de eerste kans in de tweede helft. En die is van Koen Brak gelijk goed voor een doelpunt. In de 70ste minuut is het 2-0 voor Cambuur Leeuwarden. En lijkt de wedstrijd gespeeld. Ja, je zal maar uren gereisd hebben met z'n 40ën om je club achterna te komen. En dan achterstaan met 2-0. Van Dijk, twee man bij zich, bal aan een touwtje, goed gedaan. Akacar openen nu op Van Rijswijk. Akacar doet dat heel goed. En daar is Van de Ban. Goede loopactie van Rijswijk, gezien door Akacar. Van der Hilst vindt het genoeg. Cambuur behoudt nog een kans om nog iets van het seizoen goed te maken in deze periode. MVV lijkt af te haken.